de motie van u samen met ChristenUnie om alternatieven te onderzoeken voor het vuurwerk op Oudjaarsdag is aangenomen. Wat lag aan die motie ten grondslag? Aan die motie liggen eigenlijk twee dingen ten grondslag. Eén, de toename van zowel het vuurwerk in kwantiteit, dus hoeveelheid, als in de zwaarte van het vuurwerk. En daarmee dus ook een toename van de overlast. En vanuit de samenleving, vanuit Almelo ook, bereiken ons heel veel berichten. Die zeiden van, zo kan het niet langer. Je moet met elkaar eens gaan kijken van, en dan niet om het oud en nieuw het feest af te pakken, maar kunnen we dat niet met elkaar anders organiseren? En dan noem ik graag het voorbeeld. De oorspronkelijke oliebol was plat. Maar met de komst van meer olijfolie in Nederland werd die gebakken in meer olie en werd die rond. In beide gevallen is het een oliebol. Dus het gaat ons nadrukkelijk er niet om, om iets te verbieden of af te pakken, maar wel de hele ontwikkeling die vuurwerk ook doorgemaakt heeft. Van, zijn we niet op een punt aangekomen dat we ook met andere mogelijkheden datzelfde effect kunnen bereiken. En dat zou bijvoorbeeld met drones kunnen, maar dat zou ook bijvoorbeeld kunnen dat niet iedereen voor zich het vuurwerk koopt, maar dat we dat op buurt- of wijkniveau gaan doen. Dat zijn ook twee alternatieven met als doel de overlast voor de inwoners, voor de dieren, voor de natuur, om die te beperken. Met deze motie heeft u in feite een bom gelegd onder het gebruik van vuurwerk tijdens het oude jaar. Nee, dat is nadrukkelijk niet zo. Daarbij, als je bommen legt, en dat zie je ook, die kunnen op momenten ontploffen dat er schade ontstaat die je absoluut niet wilt. Wij vinden, het gaat om de viering van de jaarwisseling. Zo is het vuurwerk oorspronkelijk ook ingezet. En het gaat er niet om dat mensen zich onveilig voelen, dat we veel schade in de openbare ruimte hebben. Een feest moet vrolijk zijn en er moet iedereen van kunnen genieten. Na 65 jaar, een definitief einde voor het vuurwerk in Nederland? Nee, want het staat ook in die motie. Kijk nou eens, en we richten ons op consumentenvuurwerk. Je hebt ook nog professioneel vuurwerk. Dus vuurwerk gelijk in de ban? Nee. Zoals het nu is, zo kan het ook niet meer. Dank u wel. Alsjeblieft.